De staat heeft geen haast met de uitvoer van het project rehabilitatie van het Hoogruitstraat en Hernutterstraat, Slangenhoutstraat en Willem-Campagnestraat. Dit zei minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken eerder deze week. De bewindsman benadrukt dat de rehabilitatie wel doorgaat. Het wordt herbesteed en dan gaat hij weer verder voort. Dus zelf van het project is niet stopgezet, het gaat rustig voort. Ja, dus we hebben drie fases in dit project. De nieuwe terminal waar jullie waarschijnlijk aanwezig waren is al afronden. Dat was de eerste aanbesteding. Tweede aanbesteding was de bouw van de brug. Die is in uitvoering. We hopen dat het in december afgeleverd wordt. En de derde aanbesteding is de halve wegconstructie. Dus twee wegen uit de vier wegen worden nu aanbesteed. De andere twee wegen, dat moest de vier wegen zijn, de andere, worden na dit trek aanbesteed. We hebben dat opzettelijk gedaan omdat u weet, als we dat hele gebied zouden gaan construeren, zouden tussen aanhalingstekens ongerief enorm zijn. Want het zijn juist de drukste wegen. De minister zegt verder dat het belangrijk is dat het project goed wordt uitgevoerd. Willem-Campagnestraat, Slangenhoutstraat, Hernutterstraat en van de drukste wegen. Als ik alle vier zou openbreken, want daar wordt EBS veranderd, SWM wordt veranderd, riolering wordt veranderd, wegbouw, dat zou niet meer kunnen rijden. Ze zouden me opeten. Dus we hebben, en ik ben blij dat het ook gebeurd is, we hebben dan gekozen, laten we met één weg beginnen, de volgende weg, en dan besteden we de rest in de tijd aan. We hebben geen haast, het project moet goed uitgevoerd worden. Noor Mohammed meldt dat het rehabilitatieproject rond november moet beginnen. De oplevering van de brug over de Saramaka-doorsteek kan in december al een feit zijn.